Wie de fuck ben jij? Oh, fuck. Hallo iedereen, welkom bij deze video. Mijn naam is Wilbo en vandaag ben ik boos. Vandaag ben ik heel erg boos, want ik ben opgelicht. Ik bedoel, als jullie mijn Twitter in de gaten houden, dan zien jullie dat. Volg mij, just Wilbo. Kom op, doe het. Zelfpromotie. Ja, we zijn allemaal Nederlands. Laten we eerlijk zijn. Je hebt vaak genoeg bij de supermarkt dat mensen een product niet willen omdat de aanbieding verlopen is. En dan is het maar 10 cent goedkoper. En dan denk je altijd, ah, cheapskate. Maar ook ik kan een cheapskate zijn. In mijn vrije tijd speel ik graag AAA-games. Dat zijn games die ik niet op YouTube doe. Dat zijn bijvoorbeeld spellen zoals Skyrim, The Witcher, Kingdom Hearts bijvoorbeeld, The Legend of Zelda. Allemaal games die ik graag in mijn vrije tijd speel. Maar op YouTube speel ik indie games. En indie games speel ik vaak. En dat vind ik wel leuk om te doen. Ik vind indie games geweldig om te doen. Maar die speel ik niet in mijn vrije tijd. Die speel ik met jullie, voor jullie. Maar dan is €40 voor een game die je eenmalig voor een aflevering op YouTube gaat spelen best wel duur. Dus gebruik ik soms. Iedere YouTuber, iedereen gebruikt natuurlijk wel eens Humble Bundeltjes of Kinguin. Kinguin is een website, nu kun je Steam keys kopen. Als iets niet in de Steam sale is, dan is het lekker goedkoop om daar je games vandaan te halen. En ik gebruik dit, nou, al heel lang eigenlijk. En het is altijd vertrouwd geweest, maar sinds kort ben ik opgelicht. Ik bedoel, laten we even kijken, ik heb het er hiervoor, kijk, laten we even kijken sinds wanneer ik begon met het gebruiken van Kinguin. Nou, 2016 jaar, en nog een jaar dan, oké, heel goed. En zoals je ziet, al deze games die ik heb gekocht via dit, zijn games die ik ook gewoon, die heb ik gewoon, dat is gewoon legit, die heb ik gewoon in mijn Steam library. Dus mij leek het een leuk idee om Resident Evil 6 te spelen met mijn bro Ronald op de PC, want daar heb je ook nog eens 60 fps en al die mooie mikmak. Er zit co-op in het spel en ik heb Resident Evil 6 alleen gespeeld. Dus ik wil dus gebruik maken van de co-op en ik dacht dat het een leuk idee was, dus ik dacht ik koop een key op Kinguin voor mij en mijn bro Ronald, €20, whatever. Dus ik heb hier, zoals je ziet, 2 keys gekocht. Dus ik deed even view key en dan kopieer ik dus even. Dus laten we hier even kijken. We zijn hier in mijn library. Dit is mijn library hier. Dus laten we even naar add game doen. Activate product on Steam. Next. I agree. En we doen hier de code. Zoals jullie kunnen zien, het is exact dezelfde code. Ja, het klopt allemaal. Dit is exact dezelfde code. Zoals jullie zien, dit is exact dezelfde code. Laten we next doen. Oh, hij is al geowned. Laten we even kijken. Als we next klikken, kunnen we kijken dat we Resident Evil 6 gewoon kunnen installeren. You are about to install Heroes of Might and Magic. HD Edition. Dit. En als we hier gaan. Dit was toch echt de CD-key voor Resident Evil 6. En ik krijg Might whatever. Dit is niet de game waarvoor ik betaald heb. Dus ik heb, en toen had ik de andere key geprobeerd. De andere key is hetzelfde verhaal. Andere key is ook dat spel. Dus niet waarvoor ik betaald heb. Dus no go. Ik heb totaal €40 betaald voor een game. Die laten we eens even kijken in mijn library. Want might. Laten we even kijken, gaan naar de storepage. Ik heb €10 meer betaald voor een game. €10 meer. €10 meer voor dit. Dus ik ga het lekker met jullie installeren en wij gaan even kijken wat ik bestelde, want ik heb geen idee wat dit is. Kijk, wat de fuck is dit? Laten we play now drukken. Let's go, mensen. Oké, dus mijn advies is alsjeblieft, wees niet zo dom als ik en gebruik gewoon Steam, want laten we eens kijken. What the fuck is dit? What the fuck is dit? You fucking kidding me? The hell? Een mooi gifje daar. Oh my god. Oh my god. Oké. Oké. Hoe werkt dit spel? Kasteeltje. Oh, ik heb 500 monies, jongens. Oh, wow. 50-50. Cool. Cool. Kom, jij daar. Lots of archers. Wat is dit, jongens? Wat is dit voor piece of shit game? Wow. Dat heb ik net gedaan. Kan ik dit ook... Treasure chest. Mag ik dit ook oppakken, alsjeblieft? Mag ik dit alsjeblieft oppakken? Hoe pak ik iets op? Hi, Christian. Wie ben jij? One or more hairs may still move. Ik wil ze laten moven. Hoe moven ze? Move. Oh. Wow. Gaan we nu battelen? Oh, jongens. We gaan battelen, hoor. We gaan battelen. En nu? Ik heb geen idee. Jippie. Ik heb gewonnen. We gaan gewoon nog verder op onze magische reis. Wie de fuck ben jij? Oh. Fuck. Laten we gaan battelen. Ja, zo te zien gaan ze allemaal met z'n allen op één. Yep. Dat is geweldig, jongens. Ja, het ziet eruit alsof dat niks deed. We gaan ook echt met z'n allen naar hem toe. Dit is zo bullshit. Oké dan. Oh, eentje die heeft scheid. En nog iemand heeft scheid. Jongen, je staat nogal de verkeerde kant op. Ik weet niet wat je doet, maar... Ik weet niet eens wat het gouden dingetje is, maar ik vind het niet cool dat je het gebruikt, oké? En... Godverdomme, ik ben fucking klaar met dit.